Ik sta onder de Zane-Brabantstunnel. Sinds kort heet deze tunnel die net open is de Zane-Brabantstunnel. Want Zane-Brabant was een bekende choreograaf en die heeft zijn tunnel gekregen. Ze hebben eindelijk door dat vrouwen te weinig monumenten krijgen. Dus toen heeft zij een tunnel gekregen. Als je natuurlijk een straat krijgt, dan kan je nog zeggen ik woon in de Zane-Brabantstraat. Maar in een tunnel woont verder helemaal niemand. Dus het is ook maar de vraag of mensen dan automobilisten beseffen dat ze door de Zane-Brabantstunnel gaan. Want er hangt wel een bordje, maar zo'n auto gaat natuurlijk heel snel daar langs. Zodat hij dat helemaal niet ziet. Kijk maar, er komt een auto aan. Heeft u gezien dat dit de Zane-Brabantstunnel? Heeft u gezien? Kijk, een bordje. Zane-Brabantstunnel. Nee, zie je wel, dus dat werkt niet zo goed. En wat nog erger is, hierachter loopt de Moot van Houwer trambaan. Maar daar staat niet eens een bordje bij dat het de Moot van Houwer trambaan is. Tram, trim, tram. Want zij heeft bijvoorbeeld een prachtig boek gemaakt en dat heet Het Stad in Mei. Want ze was stadsdichter. Wij zijn de enige vrouwelijke stadsdichters. Tot nu toe natuurlijk, want er komen nog veel meer. En ik ga daar een gedicht uit voorlezen. Dat heet Monument voor de Vrouw. Maak haar van takken, waar elke lente nieuwe knoppen aankomen. Maak haar van het ruisen van bedreigde bomen. Maak haar van water, van druppels, dauw van de ochtend die erin parelt. Maak haar van licht, van schaduw die makkelijk langs de muren klimt. Van vergeelde geschiedenisboeken, waarin ze ver te zoeken is. Knoop haar uit rafels van keukenhanddoeken. Klop haar op uit zakken vol dons, maar maak haar niet van brons. En als je haar daar toch uitgiet, laat haar dan niet afkoelen. Houd haar heet en stromend. Maak haar niet van steen. En als je haar daar dan toch uitkapt, hou haar dan zo dat ze er gemakkelijk uit kan breken. Laat het monument het moment om zich voortdurend te ontplooien. Om wanneer ze maar wil aan haar maker te ontkomen. Dat is mooi. Vindt u niet? Zie je wel, ik vind dat je beter een straat kan hebben dan een tunnel. Hallo, Zane-Brabant tunnel heet dit. Oh, dit is de tram over de Moot van Houwer trambaan. Kijk, kijk. Zijn jullie van Antwerpen? Geef hem maar goed. Als je uit Nederoverheenbeek komt, is het ook een heel mooi boek. Dit hoort eromheen. Kijk, zo. Een boek zonder cover, losbandig en kwetsbaar, met de wederwaardigheden, onomstootbare conclusies, dwalingen, ontboezemingen, omstandigheidjes en fratsen van Moot van Houwer, die ooit stadsdichter van Antwerpen was, nou ooit, helemaal niet zo lang geleden, en wel vaker de kantjes van de poëzie afloopt. In de lokale boekwinkel. Graag.